De selectie van NEC stond dinsdagmorgen onder leiding van Ron de Groot en Patrick Pothuizen. Beide trainers kwamen in beeld na het ontslag van Peter Huballa als hoofdtrainer van NEC. De Groot is al sinds begin jaren 90 actief als trainer bij de Nijmegenaren. Potje speelde verschillende keren in de hoofdmacht van NEC en was er ook teammanager. In 2012 ging hij zich richten op zijn trainersloopbaan. Sinds vorige week is er een bijzondere fietsroute in de regio die voert langs 28 plekken uit de tijd van de Romeinen. De 49 kilometer lange route heet Luxe achter de Limes en heeft naast diverse informatiepanelen ook een eigen app. Daarmee kan er op verschillende plekken geluisterd worden naar de verhalen over de verschillende locaties. Ook zijn er onderweg 360 graden animaties die het leven van toen zichtbaar maken. De app bevat ook een game waarmee je onderweg op zoek gaat naar Romeinse schatten. Daarmee richt je je eigen digitale museum in. In dezelfde app zit ook een quiz waarmee je kans maakt op een eigen Romeinse scherf. Het initiatief is mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning vanuit de provincie Gelderland. De werkloosheid in het Rijk van Nijmegen lag in 2016 boven het landelijk gemiddelde van 6%. In deze regio zat 6,4% van de beroepsbevolking zonder werk. In de regio's rond Nijmegen ligt het cijfer lager. In Midden-Gelderland maar een klein beetje, 6,3%. Maar het verschil met Noord-Limburg, Noordoost-Brabant en Rivierenland is een stuk groter. De regio die in Nederland het slechtst scoort is Rijnmond. Daar zit 8,2% van de beroepsbevolking zonder werk. Het gemiddelde van de hele provincie Gelderland is 5,7%. Daarbinnen scoort het Rijk van Nijmegen het slechtst. De best scorende provincie is Zeeland en Groningen heeft de hoogste werkloosheid. De werkzaamheden aan het wegdek van de Waalbrug zijn verplaatst naar de nachten van 1 op 2 mei en van 2 op 3 mei. Werkzaamheden vinden dan plaats tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Auto's en motoren die stadinwaarts gaan worden omgeleid via de oversteek. Stadinwaarts blijft er één rijbaan beschikbaar. Fietsers, bussen en taxis zullen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Eigenlijk zou er van 24 tot 26 april aan het wegdek worden gewerkt. Vanwege de regen kon dat echter niet doorgaan.